Het Noordelijk Consortium is eigenlijk het beste van meerdere werelden. We hebben een hele goede samenwerking tussen perifere GGZ-instellingen en het academisch ziekenhuis. Dat betekent dat artsassistenten ook in hun opleidingsroute hele verschillende omgevingen kunnen verkennen. Je kunt eigenlijk het vak heel breed leren en wat ons bindt is dat we allemaal gaan voor kwaliteit. De internisten hebben eigenlijk een stethoscoop, hè, en de chirurgen hebben een mes, maar psychiaters die zijn eigenlijk hun eigen instrument. En door middel van het instrument kunnen ze een relatie leggen eigenlijk met moeilijke mensen. Wat mij aanspreekt hier in het consortium Noord-Nederland is dat hier eigenlijk gewoon wel de meeste tijd wordt geïnvesteerd in het psychotherapieonderwijs. Het psychotherapieonderwijs is hier ook heel erg breed en heel erg verdiepend. En dat is wat mij aanspreekt. Wat ik heel erg gewaardeerd heb is dat er voldoende flexibiliteit is binnen de opleiding om je eigen route uit te stippelen. Zo heb ik ervoor gekozen om aandacht te besteden aan onderzoek en heb ik een periode onderzoek kunnen uitvoeren. En gaandeweg de opleiding heb ik een interesse ontwikkeld voor zorgmanagement. En heb ik ook ruimte gekregen om een aanvullende opleiding te volgen die volledig zich richt op zorgmanagement. En een zogenaamde verkorte klinische MBA. Ja, het is vooral heel leuk om de combinatie opleiding en onderzoek hier te doen, omdat de opleiding hier gewoon heel leuk is. De sfeer is hier heel goed, maar ook het onderzoek is hier heel goed te doen. Er wordt heel goed met je meegedacht over hoe je dit traject hier kan doen. Bijvoorbeeld hoe je het inricht, of je in één keer eerst onderzoek wil doen en daarna je opleiding. Of zoals ik zelf prettiger vond, een jaar onderzoek en dan weer een jaar opleiding en dan weer een jaar onderzoek. Dus daar is heel veel ruimte voor. Hoe ga je het gesprek met iemand aan en wat krijg je dan te weten? Ik heb voor het vak gekozen omdat ik merkte toen ik er voor het eerst mee in aanraking kwam dat ik er heel enthousiast van werd en dat ik er erg veel plezier in had. Ik ging fluitend 's ochtends naartoe en ook met plezier weer naar huis en het bleef me fascineren eigenlijk dag in dag uit. En toen merkte ik, hier ben ik op mijn plek.